Wanica is een groeipool qua huisvesting, bewonersaantal, handel en de agrarische sector. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokhi vandaag aan tijdens zijn bezoek aan het district Wanica. Hij meent dat het district de kansen uit deze mogelijkheden goed moet benutten. De twee districtscommissarissen van Wanica zullen volgens het staatshoofd een belangrijke bijdrage hieraan moeten leveren. Hij meent dat de eenheid moet bevorderd worden zodat het district verdere hoogtes kan bereiken. 9 maanden, die zijn zo voorbij. Nog 6 maanden, dat is de urgentiefase voorbij. Dus wij kunnen niet zitten om alleen die crisismaatregelen te gaan voorbereiden en uitvoeren. Laten we alvast projecten identificeren die wij in 2021 moeten gaan uitvoeren. En gelukkig hebben we dat gedaan. De politieke top, daarna gepresenteerd aan de coalitietop met de 4 leiders. En we hebben goedgekeurd een paar projecten die wij zien als projecten die onmiddellijk uitgevoerd moeten worden, omdat die zaken pijn doen in de districten. En Wanica mi wakala presi. En die grootste pijn die ik hoorde overal waar ik kwam, is die vuilverbranding in Wanica. VP, u put het op agenda. 2021, als het kan eerder, moet het aangepakt worden. Het staatshoofd haalt verder aan dat dit project in 2021 moet worden aangepakt. Naast projecten voor Wanica heeft de regering voor alle districten grote projecten op stapel. Nikeri Airport, Saramaga Koroni, moderne agrarische projecten. We hadden eerder al gezegd, Atjoni, in het binnenland, als tweede stad, Kommerwijnen moet het waterprobleem opgelost worden, omdat we dat het volk van Kommerwijnen beloofd hadden. Die 2 veerboten, die moeten daar komen om het fileprobleem op te lossen. En u gaat zien komende dagen dat we de eerste expression of interest de deur uit zullen doen gaan wie geïnteresseerd is om dat aan te schaffen. En laat het public-private investment zijn om het fileprobleem daar op te lossen. Het waterprobleem in Kommerwijnen staat hoog op de prioriteit voor 2021 om het op te lossen. Marwijnen hebben we gezegd, middelbare scholen ook komt VP naar Marwina. Niet als een showproject, maar als een echte project. President Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens zijn bezoek aan het district Wanica. De presidentiële delegatie heeft met dit bezoek reeds 7 districten bezocht. In het weekend zal deze delegatie Brokopondo en Marwina aandoen.